Laren staan nummer 1 in de hoofdklasse. Met 19 punten uit 7 wedstrijden spelen ze zondag tegen Pinoquet, die met 2 punten op de 11e plaats staat. Juliette Hentenaar, spits van Laren, geeft haar verwachtingen. Zondag Pinoquet, ja, nee, dat wordt een leuke wedstrijd. Heel veel zin in. En Pinoquet is volgens mij de laatste wedstrijden ook steeds beter aan het spelen. En Den Bosch had het ook moeilijkst tegen ze. We gaan niemand onderschatten, laat ik zo zeggen. En als we gewoon ons eigen ding blijven doen, dan heb ik er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. Ik probeer gewoon elke wedstrijd punten te verbeteren. En in dat opzicht gaat het nu te goed. En de resultaten die konden slechter. Ik weet van voorgaande jaren dat ze inderdaad gewoon een snelle spits hebben. En op het middenveld hebben ze ook een paar speels staan die individueel gewoon ook goed zijn. Dus ja, daar moet je altijd rekening mee houden. En voor de rest is het werk altijd hard. Dus moeten wij zorgen dat we net zo hard werken. En dan gewoon sowieso gefocust blijven en daardoor met elkaar alles doen. Echt als team. En als we dat doen, dan komen ook individuele kwaliteiten denk ik weer naar boven. We hebben het echt best wel vaak lastig tegen. Dus het wordt zondag gewoon een leuke wedstrijd weer. En nog niks is gespeeld, zeg maar. Ja, wat zullen we doen? Nee, ja, ik zet in op 2. En als ik dat red, dan vind ik dat echt top. Eén red ik ook denk ik niet, maar we zullen het zien. Dat is 1. Oh, wow. Oh. Oh. Ik dacht dat ik al 0 op de lat ging spelen, dus met eentje ben ik zeker tevreden.